op de financiële markten deze dagen. Maar over één ding, de Brexit. Wordt de kans op een Brexit kleiner? Gaan de beurzen omhoog? Neemt de kans weer toe? Gaan de beurzen omlaag? Beurscommentator Bart Reijnen was vandaag niet anders, hè? Nee, en dat zag je wel iets na tweeën. Toen kwam er weer een nieuw polletje naar buiten, waaruit bleek dat het Brexit-kamp iets aan kracht had gewonnen. En dat zag je dus meteen terug bij de AEX. Een plaatje heb ik daarvan meegenomen. Dat ging direct een minuut daarna, hop, hard naar beneden. Overigens keerde het daarna ook wel weer de rust terug, hoor. Want kijk maar hier achter mij, uiteindelijk stijgt de AEX vandaag gewoon met een nette 1,2%. En het Nederlands-Britse Unilever staat nog steeds hand in hand. Die Britten en die Nederlanders staan bovenaan met een winst van 1,8%. Hé, Bart, en er komt weer iemand bij op de beurs bij jou. En dat is een bijzondere man, vertel. Ja, good old Dirk komt naar de beurs. Dirk Scheringa heb ik het dan over. De man van DSB natuurlijk. Yeah. Van AZ en ook dat prachtige museum. Ik heb hier een West-Fries naast me zitten, dus dan die gaat helemaal los natuurlijk. Ja, Matthijs zal wel enthousiast zijn, denk ik. Ja. Maar goed, hij heeft dus tegenwoordig weer een bedrijf. CS Factoring heet dat. Dat is een bedrijf die kopen moeilijk te innen rekeningen op van bedrijven. Nou, dan gaan ze zelf alsnog proberen die rekeningen te innen. Nou, als ze dat lukt, dan hebben zij dus een kleine winstmarge. Nou, dat bedrijf is hij al een tijdje mee bezig. Dat gaat hij nu in een lege beurshuls schuiven, die dus hier al genoteerd is. En daarmee wil hij dan in de toekomst makkelijker geld kunnen ophalen. En daarmee is de gevallen bankdirecteur dan toch wel weer terug op de beurs. Of tenminste, is hij op de beurs. Wie koopt dat dan, een bedrijf van Dirk Scheringa? Nou, andere West-Friezen zouden dat kunnen doen, maar jij bent niet al te enthousiast, merk ik. Ja. Toch, Dirk Scheringa, die is daar niet zo bang voor. Die voelt dat zelf helemaal niet zo, dat hij een negatief imago heeft. Hij zegt, ik denk juist dat heel veel mensen, zo'n ondernemer zoals ik, die gevallen is en die weer opstaat, dat hij dat best zou willen hebben. En ja, hij wil de komende 5 jaar maar liefst zijn winst 35-voudigen. Stel dat dat lukt, dan geloof ik best wel dat er beleggers zijn die daarbij mee willen liften. Als lemmingen gaan ze dan weer met hem mee. De VEB overigens heeft ook al gereageerd, de Vereniging van Effectenbezitters. En die zijn duidelijk, loop met een grote boog om deze beurshuls heen, zeggen ze.